Goedenavond. Fijn dat u allemaal gekomen bent. We zijn hier met mensen uit alle mogelijke kerken en kringen. Sommigen die denken, wat is dat eigenlijk, de Heidelbergse catechismus? Anderen denken, oh nee, hè, weer die catechismus, maar die zullen wel niet gekomen zijn. En anderen denken, wat zou zo'n evangelisch theoloog daar nou over te zeggen hebben? Nou, hoe u ook hier gekomen bent, ook namens mij hartelijk welkom. Mijn eerste probleem was al, welke versie van de Heidelbergse zal ik nemen? Sommige vond ik te ouderwets en sommige vond ik te modern. En wat er in zo'n geval gebeurt is dat je dan altijd maar weer bij die goede oude PKN terechtkomt. Want die versie heb ik gekozen. Soms zult u bepaalde vertrouwde zinswendingen misschien missen. Maar het staat toch heel dichtbij. Het is een zeer verantwoorde weergave. Ik heb thuis die Heidelberger in alle mogelijke talen, in het Oud-Frans en in het Nederlands van destijds en in het Latijn. Maar dit is een hele goede weergave. Laten we maar samen gaan lezen wat daar staat. Zondag 1, vraag 1. Dat is wat de meeste mensen nog wel uit het hoofd kennen, die met de catechismus zijn opgevoed. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Vraag 2. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? En het antwoord uit 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Zondag 2. Vraag 3. Waaruit kent u uw ellende? Antwoord uit de wet van God. Vraag 4. Wat eist Gods wet van ons? Dat leert Christus ons in een hoofdsom, Matthäus 22. Gij zult God uw Heere lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? Antwoord nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het was omtrent 1560... toen de Pals, een van de vele landjes waaruit het toenmalige Duitsland bestond, overgegaan was tot de reformatie en bovendien een zeer gelovige keurvorst had, Frederik III van de Pals. Die zorg had voor zijn onderdanen en heel graag wilde dat zij degelijk zouden worden onderricht in de leer van de reformatie, die de leer van de schrift is. En daartoe gaf hij opdracht aan een nog jonge hoogleraar theologie, pas 28 jaar oud. Zijn naam was Zacharias Ursinus. Hij heette gewoon Beer van zijn achternaam, maar ze verlatiniseerden dat graag en toen werd het Ursinus. Dat klinkt natuurlijk veel mooier. Een belangrijke aandeel werd ook geleverd door iemand die pas 26 jaar lang oud was, maar die in de redactie zat en een grote invloed daardoor op de Heidelberger heeft uitgeoefend, Caspar Olevianus. Die twee samen worden gewoonlijk genoemd, hoewel vandaag de neiging vooral is om Ursinus als de feitelijke auteur te beschouwen. En ook dat is maar relatief, want Ursinus heeft zeker gebruik gemaakt van allerlei catechismussen die er toen al bestonden. Dus we zullen verder niet naar hun namen verwijzen en de catechismus nemen zoals die nu tot ons komt. Petrus d'Athene, een bekende Nederlandse predikant,
was in die tijd in de Pals en nam het document mee naar de Nederlanden. En in de jaren 80 van de 16e eeuw heeft de synode van Den Haag dit document aanvaard als bindend voor de kerken. En later heeft de Dordtse synode dat nog eens onderstreept in 1618, 1619. En dit document verplicht gesteld in het onderwijs in alle kerken. Het is ook niet voor niets verdeeld in 52 zondagen, zodat in één jaar op de 52 zondagavonden de hele catechismus kan worden doorgewerkt. Catechismus komt uit het Grieks, dat woord betekent gewoon leerboek. En het is zeker het meest invloedrijke leerboek dat het protestantisme in Nederland ooit gekend heeft. Ik heb uitgerekend dat ik 15.000 protestantse voorouders heb. Als u van mijn leeftijd bent, zal het bij u niet veel schelen. En een paar handen vol behoren een andere richting toe. Katholiek of doopsgezind of remonstrant of evangelisch. Maar het waren er maar weinigen. Zeg nou maar 15.000 hervormde voorouders. En die zijn geestelijk, afgezien van de schrift, gevormd door dit leerboek. Alleen al om die reden, want ik ben nogal een historisch voelend mens, al zeg ik het zelf. Alleen al om die reden is dit document voor mij bijzonder belangrijk. Mijn wortels liggen in een cultuur waar deze mensen gevormd zijn door dit boek. En voor verreweg de meeste van jullie zal precies hetzelfde gelden. En toen ik het boek nader ging bestuderen, wat eigenlijk pas echt gebeurd is toen ik mijn evangelisch-dogmatische reeks schreef in 12 delen, en eigenlijk steeds meer mij geestverwant ging voelen met de dingen die ook in de catechismus aan de orde komen, toen pas denk ik dat ik ook geestelijk er een beetje aan toe raakte. Het heeft dan wel lang geduurd, maar het is dan toch zover geestelijk eraan toe ben om hierover te spreken. Als je jong en vurig bent, dan heb je de neiging vooral alle nadruk te leggen op de verschillen. Hoe evangelische en gereformeerden tegen de dingen aankijken. Vandaag de dag heb ik veel meer behoefte, en ik denk dat dat ook zeker met de leeftijd samenhangt, om de overeenkomsten en de diepe verbinding tussen protestantse christenen onderling te benadrukken. Nou, laten we dan maar heel gauw beginnen, want het is wel heel bijzonder dat dit leerboek zo positief begint. Een leerboek, vooral als je denkt aan de boeken op school, die maken toch vaak een dorre indruk. En je zou van zo'n christelijk leerboekje ook iets heel dors en stijfs kunnen maken. En daarom is het zo bijzonder dat de catechismus begint met deze klaroenstoot, die niet voor niets ook in zoveel harten is blijven hangen, terwijl u misschien het meeste van de catechismus intussen wel weer vergeten bent. En let u op het ongelooflijk belangrijke feit dat de catechismus de leerlingen aanspreekt als gelovigen. Waaruit, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Uw, jou, wat is jouw enige troost? En het antwoord maakt het nog duidelijker, dat ik het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker ben. De catechismus is dus niet een evangelisatiedocument. Dat is al een heel belangrijk verschil met de Alpha-cursus in de evangelische wereld, maar die ook veel door reformatorische wordt gebruikt, waar het echt erom gaat om buitenstaanders bekend te maken met het evangelie. De catechismus beschouwt de leerlingen vanaf het eerste begin als mensen die de Heer Jezus al toebehoren en die dat ook uitspreken. Ik ben het eigendom van mijn trouwe heiland. En dat moet u ook vasthouden bij de volgende vragen en antwoorden. Die u, die gij, die jij, dat zijn gelovige mensen. Terwijl in de praktijk natuurlijk de catechismus heel vaak gepreekt is voor mensen die helemaal niet zo zeker waren van hun behoudenis. En dat is wel heel bijzonder. Het is een beetje zoals Paulus aan de Romeinen schrijft. Hij schrijft in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief dat hij het verlangen heeft om aan die Romeinse gelovigen het evangelie nader uiteen te zetten. En dat bedoelt hij niet het evangelie verkondigen aan de ongelovigen in Rome, maar hij bedoelt dat hij mensen die al deel hebben door het geloof aan de Heer Jezus nader te funderen in wat dat evangelie nou precies inhoudt. En dat is het geweldige belang hiervan. Wij die het evangelie door Gods genade mogen kennen,
weten er vaak nog maar nauwelijks de diepten ervan. We hebben het nodig om, zoals Paulus dat doet, in dat evangelie onderricht te worden. Opdat we zouden weten hoe groot onze geestelijke rijkdommen zijn. En wat is dan bijzonder dat dit boek begint, dit leerboek begint met dat woord troost. Men heeft de hele catechismus wel eens genoemd Gods troostboek. Troost is iets wat je nodig hebt als je verdriet hebt. Wat voor soort verdriet dan ook. Dan heb je mensen nodig die jou troosten en daardoor jouw verdriet verlichten. Een beetje zon laten schijnen in jouw leven. En dan gaat het alleen vaak nog maar om troost voor de omstandigheden. Een troost die je ook gauw weg hebt. Maar de catechismus begint met te vragen of er ook zoiets is als een troost die zo rijk is, zo diep is, dat die zich uitstrekt niet alleen tot het hele leven van de mens, maar zelfs tot de eeuwigheid. Een troost die alle verdriet zelfs niet alleen verlicht, maar wegvaagt. Een troost zowel in het leven, zolang als je nog leeft op aarde, als ook in je sterven. En dan is het heel bijzonder om te zien hoe de gelovige antwoordt. Hij zegt niet, ik ben zo dankbaar dat ik de vergeving van zonde heb ontvangen. Dat ik wedergeboren ben. Dat ik tot geloof ben gekomen. Dat zijn allemaal ik-antwoorden. Over dingen die je ontvangen hebt. Maar de catechismus begint niet te beschrijven wat je ontvangen hebt. Maar eigenlijk richt de catechismus, en dat geldt voor het hele leerboek, met de wijze, richt ons oog op Christus zelf. Ik behoor aan hem toe. Het gaat niet om alles wat er met je gebeurd is alleen maar, of om alles wat je hebt ontvangen. Het gaat om hem. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Er staat ook niet, ik ben zo blij dat hij van mij is. Daar zou niks mis mee zijn. Enkele malen lezen we het Nieuwe Testament van gelovigen die zeggen, Jezus is mijn Heer. Elisabeth zegt dat, Maria Magdalena zegt dat, Paulus zegt dat, Thomas zegt dat, mijn Heer. Hij is van mij. Maar in het boek Hooglied zie je een zekere ontwikkeling. De bruid begint met te zeggen, mijn bruidegom is van mij. Hij is van mij en ik ben van hem. Dat ook. Maar een paar hoofdstukken verder zegt ze het omgekeerd. Ik ben van hem en hij is van mij. En de derde keer in Hooglied 7 zegt ze alleen nog maar, ik ben van hem. En naar mij gaat zijn begeerte uit. Ik ben van hem. Daar zit ook de gedachte in, ik behoor zo vast en zeker bij hem dat geen macht ter wereld ooit in staat is mij uit zijn hand te roven, zoals de Heer Jezus dat zelf zegt in Johannes 10. Niemand kan hen roven of rukken uit de hand van mijn Vader. Niemand kan hen roven of rukken, zegt de een of de andere vertaling, uit mijn handen. Ik ben bij hem wel geborgen. Eigendom betekent ook, zoals die bruid dat zegt, ik ben zijn eigendom, ik ben zijn geliefde. Maar eigendom betekent ook slaaf. Wij zijn slaven van Christus en we schamen ons er niet voor. Zelfs de eigen lichamelijke broers van Jezus, Jacobus en Judas, als ze een brief schrijven, beginnen ze met te zeggen niet, ik ben een broer van Jezus, maar ik ben een slaaf van Jezus Christus. Als je slaaf mag zijn, laat het dan van hem mogen zijn, want er is geen mooiere slavernij denkbaar dan het eigendom te zijn. Want hij heeft je voor een prijs gekocht. Je bent verworven voor een dure prijs. En daardoor zijn wij zijn eigendom. En dat niet alleen voor dit leven, maar voor de eeuwigheid. En hoe ben ik zijn eigendom geworden? Hij heeft die prijs betaald die hier genoemd wordt. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald. De catechismus is eigenlijk samengesteld uit allemaal citaatjes uit de Bijbel. Dat kostbare bloed, daarover horen wij in 1 Petrus 1. Wij zijn vrijgekocht niet met goud of zilver, met het bloed van stieren of bokken, maar met het kostbare bloed van de Heer Jezus, als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Hij heeft mij vrijgekocht tegen een prijs zo hoog dat het zelfs zijn eigen bloed, dat is zijn eigen leven, heeft gekost. En hij heeft voor al mijn zonden betaald. Niet alleen maar voor de zonden die ik tot op vandaag gedaan heb. Maar ook voor de zonden die, als ik nog langer op deze aarde moet verkeren, nog zal doen helaas. Al die zonden.
ook die we nog zullen doen, zijn 2000 jaar geleden al onder het bloed van de Heer Jezus gebracht. Hij heeft ervoor betaald. En er is heel vaak de neiging om vooral op de vergeving van de zonde te wijzen. Maar hier wordt ook gewezen op het feit dat in de Oosterse theologie veel sterker benadrukt wordt dat we van nature in de macht van de Satan zijn. Als Paulus geroepen wordt in Handelingen 26, is een van de dingen waartoe de Heer hem roept, dat is om mensen uit de macht van Satan te verlossen. Wij waren in de macht van de zonde, in de macht van Satan, in de macht van de dood. En uit alle drie heeft hij mij verlost, zegt degene die het antwoord geeft, met de prijs van zijn kostbaar bloed. Heel veel gelovigen blijven daarbij staan. Die zijn al zo dankbaar dat zij dat mogen weten, dat hun zonden zijn weggedaan, dat ze behouden zijn, dat geen zonde meer tussen hen en God instaat, dat het vrede met God is, zoals Romeinen 5 vers 1 zegt. Maar de catechismus gaat verder en die zegt, het is zo geweldig dat diezelfde Heer er ook voor mij is elke dag van mijn leven. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Die ook zegt, er is geen musje dat ter aarde valt zonder uw vader. Eigenlijk staat er niet zonder de wil van uw vader en dat is een klein verschil. Augustinus, de grote kerkvader, heeft dat prachtig gezegd. Hij heeft gezegd, je kunt niet zeggen dat God de oorzaak is van alle kwaad dat in ons leven ons overkomt. Maar je kunt wel zeggen dat het nooit buiten God omgaat. We gaan er uitvoerig op terugkomen bij zondag 10. Maar hier al wijs ik daarop. Als mij iets overkomt dat droevig is, dat naar is, waar ik weer diezelfde troost nodig heb, dan weet ik, het is niet buiten de Vader omgegaan. Het loopt hem nooit uit de hand. Er kan mij niets overkomen tegen zijn wil. En sterker nog, hij doet alle dingen medewerken ten goede, zoals het hier staat, met een verwijzing naar Romeinen 8, vers 28. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Wat er ook gebeurt, het werkt allemaal toe naar dat ene grote einddoel. Dat is mijn zaligheid. Eigenlijk letterlijk heil, verlossing, redding. Zoals zaligmaker ook eigenlijk heiland is. Redder, verlosser. En dat zie je ook, je bent niet eens gered voor de eeuwigheid. Er is ook een toekomstige dimensie in. Want de volkomen redding is pas bereikt als we ook bevrijd zijn van het zondige vlees dat nog in ons is. Als we bevrijd zijn van dit lichaam met al zijn gebreken. Dat is de behoudenis waarnaar wij ons uitstrekken. Dan is het werk van de behoudenis als het ware compleet. Dan is de zaligheid compleet. En daarom zegt de catechismus, daarom verzekert hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven. Het is niet een troost alleen voor nu, het is een troost tot in de eeuwigheid. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. Je kunt bij de catechismus heel vaak zeggen, ja, er moet wel meer gezegd worden. En dat is soms wel terecht, soms ook een beetje flauw. Het staat hier allemaal zo kort en zo beknopt mogelijk. Want je zou hier bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat weet ik toch al uit het woord van God. Alle die in de Heer Jezus geloven, die gaan niet verloren, die hebben het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven en zal niet sterven in eeuwigheid. Allemaal woorden van de Heer Jezus. En toch zegt de catechismus, als de Heilige Geest daar niet bij komt, dan hebben al die woorden geen enkele uitwerking. De Bijbel staat vol beloften die door de Heilige Geest aan onze harten worden bevestigd. Een heel mooi voorbeeld daarvan, daar denkt de schrijver ook vast aan, vind je in Romeinen 14, 8, vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik weet dat ik een kind van God ben, omdat de Bijbel mij dat verzekert. Maar die verzekering is inhoudsloos zonder die innerlijke verzekering van de Heilige Geest in mijn hart. Door de Heilige Geest ben ik ook verzekerd van het eeuwige leven. Het eeuwig behoud, het leven met Christus in de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dus ten eerste, deze geweldige troost heeft betekenis voor dit leven. Mij kan niets kwaads overkomen dat buiten God omgaat. Ten tweede, het heeft geweldige betekenis voor mijn eeuwige toekomst. Want ik heb de verzekering door de Heilige Geest van het eeuwige leven.
En ten derde, ik kan niet alleen maar blijven staan bij de vreugde dat mijn zonden vergeven zijn. Het geloof vraagt actie. Het geloof vraagt dat ik mij nu van harte, gewillig en bereid aan hem overgeef om voortaan hem toegewijd te leven. We zullen straks zien, dat is het derde stuk dat in de catechismus behandeld wordt, dat van de dankbaarheid. Maar het woord dankbaarheid, dat dekt het niet helemaal. Het is eigenlijk het geheel van het christelijk leven van aanbidding, van toewijding, van overgave aan de Heere God. We zeggen het wel eens zo, je kunt de Heer Jezus niet alleen maar als je heiland, als je zaligmaker aannemen, leren kennen. Maar ook wordt hij de Heer van je leven. En dat betekent precies zoals het hier staat, van harte, gewillig en bereid hem toegewijd te leven. Dat beschrijft de Bijbel met woorden als overgave, discipelschap, toewijding, navolging, heiligmaking. En u begrijpt wel, dit zijn allemaal elementen die verderop in de catechismus uitvoerig zullen worden uitgewerkt. We zijn nog maar bij het begin. Het is de klaroenstoot van de vreugde van het geloof. Van een mens die mag weten door genade het eigendom van de Heer Jezus te zijn. En die nu mag gaan leren wat dit allemaal betekent. Nou, ik gaf het al even aan. In feite hebben we daarmee ook al de indeling te pakken van de hele catechismus. Die bestaat in hoofdzaak uit drie delen. En die drie stukken, zoals ze traditioneel zo mooi heten, die zijn dat je in de eerste plaats moet weten waarvan je verlost bent. We kunnen heel makkelijk en oppervlakkig spreken over verlossing van onze zonden, terwijl daar niet veel besef van wat zondigheid is aan te pas komt. We hebben niet alleen zonden gedaan, wij zijn zondig. We hebben een zondige natuur, zal de catechismus later uitleggen. En dat is het eerste. En ik zeg u weer, het zijn gelovige mensen die hierop gewezen worden. Je kunt niet van iemand die nog buiten God staat verwachten dat hij een diep zondebesef heeft. Want dat zondebesef komt nu juist van de Heilige Geest. Je ziet dat heel treffend in Ezechiël 36, waar God zegt dat hij rein water op zijn volk zal sprengen. En hij zal hun een nieuw hart geven, het stenen hart uit hun binnenste nemen, een nieuw hart geven en zijn geest zal hij in hen doen wonen. En dan staat er een paar verzen verder en gij zult leren walgen over uw zonde. Dat mag je nooit tot voorwaarde van de behoudenis maken. Het is een gevolg van de wedergeboorte en de verlichting van de Heilige Geest in het leven van de mens. En ik zeg dat nu ook al bij zondag 2, vraag 3. Waaruit kent u uw ellende? Die u is hier niet, die arme zondaar die nog helemaal buiten God ligt. Het is de wedergeboren mens die in zijn leven niet alleen mag groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus, maar ook in het besef van wat zondigheid is en ook dus wat hij van zichzelf is voor mens. En dat is het eerste. De Heer Jezus zegt in Johannes 7 tegen de zondares, eigenlijk zegt hij tegen Simon de Farizeeën, wie veel vergeven is, heeft veel lief. Deze vrouw had zoveel zondekennis dat ze daarom ook veel lief had. Maar Simon de Farizeeën, die vond zichzelf zo braaf, die had nauwelijks zondekennis. En daarom had hij ook weinig lief. Eén reden waarom gelovigen, en ik zeg uitdrukkelijk gelovigen, zonder kennis moeten ontwikkelen is opdat ze des te meer zullen liefhebben. Des te meer grond zullen hebben tot de aanbidding. Dus dat is het eerste. Het eerste stuk is, en dat wordt het eerste deel van de catechismus, wat is je ellende? Dat wil zeggen je verlorenheid. Het feit dat je ligt in de zonde. En dat je niets kunt bijdragen tot je verzoening dan alleen die zonde. Uit jezelf is er niets mogelijk om dichter bij God te komen. Het zal allemaal van hem moeten komen. Uit zijn genade en uit zijn goedheid. En het tweede wat je mag leren is hoe je van die zonde en ellende verlost wordt. En ik gaf dat al aan. Dat kan alleen door het goddelijk ingrijpen. God die in zijn genade zijn hand uitstrekt naar de arme drenkeling. Die niet anders kan en ook niet anders hoeft te doen dan die hand in genade aan te nemen. Om uit die poel van zondigheid en die poel van ellende en die doodsheid en die satanische macht bevrijd te worden. En het derde is het stuk van de dankbaarheid. En ik zei u net al, dat moet u heel breed opvatten. Dat is een leven en van aanbidding en van toewijding. Dat is niet precies hetzelfde, maar dat zal allemaal aan de orde komen. Het is een leven van
Dankbaarheid die zich uit in lofprijzing, aanbidding. Dat is de vrucht van de lippen van hen die zijn naam belijden. Maar het is ook dankbaarheid die zich uit in het dragen van geestelijke vrucht. De vrucht van de Heilige Geest. De toewijding jegens de Heere God. De navolging van de Heer Jezus Christus. Nou, dit is het eerste deel. Dit is het inleidende deel. Zondag 1 is het inleidende deel van de catechismus. En dan zegt vraag 3, waaruit ken je nou je ellende? Hoe weet je nou dat je een zondig mens bent? Je kunt daar best een zeker idee over hebben van jezelf. Alleen het probleem is dat wij niet zelf ons eigen criteria kunnen opstellen. Wij kunnen niet zelf uitmaken wat zondigheid is, dat kan alleen God. Alleen God kan ons duidelijk maken wat hij van ons verwacht. En daarmee ook duidelijk maken in welk opzicht we dus ook tekort schieten. Paulus maakt dat heel duidelijk in Romeinen 7, waar hij zegt, ik nu leefde voorheen zonder wet. Nou, toen kon ik mezelf van alles wijsmaken. Ik kon zeggen, nou, dat ik het er nog niet zo slecht van afbracht. Of ik kon vinden dat ik heel slecht was, maar dan volgens mijn eigen maatstaven. Maar toen zegt hij, toen kwam de wet in mijn leven. En toen keek ik in de spiegel van de wet en toen zag ik dat het er heel anders uitzag. Want toen kreeg ik te maken met Gods maatstaven. Alleen God kan vertellen hoe het schepsel moet voldoen aan zijn grote scheppingsdoel. En dus ook wat zonde is. Dat is alles wat afwijkt van dat scheppingsdoel. En Paulus zegt ook uitdrukkelijk in Romeinen 3, de wet doet zonde kennen. Wie kijkt in de spiegel van de wet, Paulus geeft het voorbeeld in Romeinen 7, die wet zegt, gij zult niet overspel plegen. En toen dat gezegd werd, toen ontdekte ik pas in mijn hart dat die begeerte er was. Gij zult niet begeren, maar ik was me nooit bewust van die begeerte, totdat er een wet kwam die zegt, gij zult niet begeren. En toen begreep ik pas dat er verkeerde begeerten in mijn ziel waren. De wet doet zonde kennen. Maar ook hier is de catechismus noodzakelijk incompleet, beperkt. Hij moet zich kort samenvatten. En als je de rest van de catechismus kent, dan weet je dat wat ik nu ga zeggen ook volkomen in het geheel ligt opgesloten. Maar ik noem het nu alvast. Want u weet net zo goed als ik dat de fariseeën en schriftgeleerden ook in die spiegel van de wet keken. En wat zagen zij in de wet? Keurige, fatsoenlijke, brave mensen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Paulus. Markeert niks aan die spiegel. Maar het markeerde wat aan de ogen van die mensen die in die spiegel keken. En daarom moet je ook hier zeggen, wij kennen onze ellende uit de wet Gods, maar dat is alleen maar dankzij de Heilige Geest. Daardoor zien wij in die spiegel van de wet ons werkelijke beeld. En zonder die Heilige Geest kan je dat gebeuren wat Paulus zelf zegt. Paulus zegt in Filippenzen 3, wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, was ik onberispelijk. Nou, Paulus was dus toch geen huichelaar en zoals een heleboel van die fariseeën waren. Paulus was ook voor zijn bekering een oprecht mens, maar een verblind mens. Maar zodanig verblind dat als hij keek in de spiegel van de wet, dan zegt hij zelfs van zichzelf onberispelijk. Dus de wet is een heel belangrijke maatstaf van God. Maar daar moet dan wel de Heilige Geest bij komen. Ik heb het in mijn jeugd wel eens zo gehoord. Weet je hoe Paulus pas werkelijk zijn ellende heeft leren kennen? Niet toen hij in de spiegel van de wet kreeg, want toen kwam er Heilige Geest er nog niet bij. En de wet zonder de Heilige Geest helpt een mens nooit verder. Maar toen hij de Heer Jezus ontmoette op de weg naar Damascus, toen heeft hij 3 dagen in duisternis gezeten. Toen zat hij 3 dagen in die situatie van Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En toen had hij de spiegel van de wet niet nodig, want die kende hij al lang. Maar toen kwam de Heilige Geest erbij. En toen hij helemaal onderop was, toen hij werkelijk had leren walgen van zijn zonde. En dat duurde bij hem gelukkig maar 3 dagen. Bij sommige mensen duurde het helaas veel te lang. Toen kwam er iemand die een hand op hem legde en zei, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. En dan zeg ik het op mijn eigen manier, om je troost te brengen. Troost. Want dezelfde Heer
die jou ontmoet heeft op de weg naar Damascus en die jou heel diep in je eigen hart heeft laten kijken, die gaat je nou gebruiken om voortaan, zoals het hier staat, van harte, gewillig en bereid, hem toegewijd te leven. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, als tenminste de Heilige Geest ons ogen ervoor opent, zodat wij leren zien. De rijke jongeling, zijn grote probleem in Lucas 18 was dat hij vergeleek wat het zou opleveren om Jezus te dienen, maar ook wat het hem zou kosten. En de afweging viel negatief uit. En ik denk dat het verhaal daarop meteen laat zien wat die rijke jongeling mankeerde. Dat is het verhaal van Bartimeus. Wiens ogen werden genezen en hij zag. En dan staat er, hij volgde Jezus. En het verhaal Paul erop in Lucas 19, het verhaal van Zacchaeus, laat hetzelfde zien. Hij wilde Jezus zien. En Jezus zag hem. Als je leert zien, dan leer je ook in de wet zien wie je bent. Dan zie je zelfs dat elk van de 10 geboden, ik herinner mij zo'n preek uit mijn jeugd, elk van de 10 geboden, daar staan we schuldig. Zeker als je ziet hoe die 10 geboden worden uitgewerkt door de Heer Jezus in Matthäus 5 in de bergreden. Dan is elk van de 10 geboden voldoende om je te veroordelen. Maar door de Heilige Geest pas gaan we dat zien. Nou, wat is ons probleem dan? Stel je voor, je kijkt in de spiegel van de wet. Wat zie je dan? Voor ons is de wet misschien wat die voor de Joden ook is. 613 geboden en verboden. Maar de wet heeft een hart, heeft een centrum. Een focus. En toen aan de Heer Jezus de vraag gesteld werd, wat is het hart, wat is de hoofdsom, wat is nou de kern van de wet? Dan gaat het niet om al die gij zults en gij zult niets. Dan gaat het ten diepste om de liefde. Als er iets is wat de leer van de Bijbel kenmerkt, dan is het dat woord. De liefde van, ik heb in Den Haag een hele serie van 8 avonden dit seizoen over de liefde. De liefde van de Vader voor zijn Zoon, de liefde van God voor mensen, maar ook de liefde van mensen naar de Heer Jezus toe, als hun harten eenmaal aangeraakt zijn. De liefde van mensen onder elkaar, wat wij broederliefde noemen. Als de Heer Jezus de wet samenvat, dan doet hij dat aan de hand van 2 citaten uit die wet. Wettische mensen vergeten juist altijd die kern. Het is als het beeld van Zadkine in Rotterdam. Het hart erin ontbreekt. Ze hebben het allemaal over de pietluttige kanten van de wet. Sorry dat ik het zo zeg. Over het tiende nemen van de dille en de komijn. Zoals de Heer Jezus in Matthäus 23 zegt. Maar de kern ervan is de liefde en de trouw en het oordeel van God. En dat zien ze helemaal over het hoofd. Ze zijn bezig met de kleinigheden en rekenen elkaar daarop af. Maar de kern is de liefde. De liefde naar God toe en de liefde naar je naaste toe. Naar je broeder en zuster in de eerste plaats. De liefde van God. Het zijn eigenlijk 2 citaten uit de wet, waarin de wet van Mozes zelf aangeeft waarom het God te doen is in de relatie naar zijn volk. De wet is als het ware een huwelijkscontract tussen God en zijn volk op de Sinaï gesloten. Waarin hij zegt, ik hou zoveel van jullie dat ik jullie uit Egypte heb verlost. Ik heb alles voor jullie gedaan. En het enige wat ik terugvraag, dat zijn niet allemaal regeltjes. Wat ik terugvraag is de liefde. In Jeremia 2 lezen ze zo mooi over die bruidstijd. Toen Israël daar bij de Sinaï was en in de woestijn. En in echte bruidsliefde achter haar bruidegom aanging. Wie de liefde mist en over het hoofd ziet, heeft van de wet niets begrepen. Het duurt nog heel lang, maar in het verder, in het laatste deel van de catechismus, dat is heel bijzonder, daar zie je de positieve kant van de wet. De wet heeft 2 zijden. De negatieve, de wet doet zonde kennen. De wet is een spiegel waarin je ziet wat er allemaal niet aan je deugt. Maar de wet heeft ook een positieve kant. Dat is wat Paulus in Galaten 6 vers 2 noemt de wet van Christus. De wet van de navolging en de toewijding legens de Heer Jezus. En dat kan alleen maar door het geheim van de liefde. De liefde is daarbij het sleutelwoord. En hier vind je alvast een voorschot daarop wat straks uitgewerkt zal worden. Maar de wet wordt zo samengevat. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten.
vierkant. In Deuteronomium staan er maar drie. Maar in Lucas wordt nog een vierde erbij gevoegd. Hart, ziel, verstand, kracht. Zeg maar rustig, met alles wat je bent en alles wat je hebt. Het is niet een hoekje van je hart dat gereserveerd wordt voor de liefde jegens God. Alsof het een soort liefhebberij is, een soort hobby. Iets wat je ernaast doet, zoals voor heel veel mensen de godsdienstigheid precies dat is. Ze zijn druk met hun werk, zijn druk met hun liefhebberijen, ze zijn druk met hun gezin, met van alles en nog wat. En een van de compartimenten van hun leven is de godsdienst. Mensen voor wie het dat is, hebben nog nooit iets van de godsdienst begrepen. Godsdienst is letterlijk het dienen van God. En het dienen van God doe je juist ook in je werk. En juist ook op school. En juist ook in je gezin. In alles zijn wij mensen die God dienen of onszelf dienen en de naaste dienen. En God dienen kan alleen vanuit de rechte gezindheid. Nooit vanuit de wettische houding, maar vanuit de houding van de liefde jegens de Heere God. Het klinkt als een gebod, maar je kunt iemand niet bevelen lief te hebben. Paulus zegt dat tot de mannen. Geen mannen hebt uw vrouw lief. Maar als ze dat doen tandenknarsend omdat het moet, omdat het in de Bijbel staat, dan lukt het nooit. Het is een gebod dat tegelijkertijd door de kracht van de Heilige Geest van die binnenuit moet komen. Zo heeft God het bedoeld. De Heere je God lief hebben is een gebod, gij zult. Maar als het een moeten is, een verplichting die als een juk op je schouders wordt gelegd, zal het nooit lukken. Maar het moet van binnenuit komen. Je ziet, dat kan nooit verwerkelijkd worden buiten de Heilige Geest om. Dit kan alleen maar verwerkelijkd worden in een vernieuwd hart, een wedergeboren hart. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, zegt de Heer Jezus Johannes 3. En het blijft altijd vlees, al word je duizend keer dat jezelf de moeder geboren, je blijft vlees, je blijft zondige vlees. En is de schuld van je moeder. Maar ja, die is zelf ook weer uit een zondige moeder geboren. En die ook weer, en die ook weer. Je moet opnieuw geboren worden, zegt de Heer Jezus. En dat opnieuw betekent niet voor de zoveelste keer, maar uit een nieuwe oorsprong. Uit een nieuwe bron. Wat uit de geest geboren is, is geest. En dan loop ik verder vooruit op de catechismus. Maar als je uit de geest geboren bent, dan klinkt dat gebod ook heel anders. Gij zult lief hebben. Elke man die van zijn vrouw houdt, die weet dat er een gebod in de Bijbel is dat je moet lief hebben. Maar dat gaat vanzelf, het komt van binnenuit. Hij voldoet aan het gebod, maar met het grootste gemak, omdat het geen juk op zijn schouder is, maar omdat die liefde uit zijn hart komt. En er is maar één manier, zoals het in het Oude Testament is, zo is het in het Nieuwe Testament. Er is maar één manier waarop je God kunt liefhebben. Vanuit een vernieuwd hart, door de werking van de Heilige Geest. En zo is het ook met het tweede, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Het doet me wel eens pijn als je wereldlingen dat hoort zeggen, tot in de politiek aan toe. Ja, er staat toch in de Bijbel, we moeten de naaste lief hebben. En dat hoor je dan uit monden van mensen die verder part nog deel hebben aan God en zijn gebod. Hoe kun je de naaste lief hebben? Wij hebben alleen maar de mensen lief, van als natuurlijke mens, wanneer wij hen sympathiek vinden. Of wanneer ze van voordeel voor ons zijn. Maar de Heer Jezus zegt later in zijn versie van deze wet, en dan wordt de wet van Sinaï werkelijk de wet van Christus. Jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad, Johannes 15. Dat is onvoorwaardelijk, in volstrekte zelfovergave. Als je dat zo gaat zien, als je de wet gaat leren zien in het licht van Matteüs 5, dan zeg je, dat is onmogelijk. En dan zijn we precies bij het goede punt. Want nu, en zo eindigt deze avond een beetje somber. Want nu zegt vraag 5, kunt u zich aan dat alles volkomen houden? Nou, heel veel mensen hebben eigenlijk geen boodschap aan dat eerste gebod, God liefhebben. Maar wel aan dat tweede. En ik wil best van een heleboel mensen aannemen die in de politiek werken of sociaal werk doen of andere wijze liefdadigheid bedrijven, dat ze best oprecht bedoelen dat ze daarin de naaste lief hebben. Maar de catechismus is hier heel rigoureus. En dat is volledig in de lijn van de schrift. In het Oude Testament vind je dat al. Kan ooit een reine uit een onreine geboren worden? Lezen we in het boek Job. In ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde ben ik ontvangen, zegt Paulus, zegt David in Psalm 51. En dat getuigenis werkt door tot in het Nieuwe Testament.
Van jezelf kan een mens God niet behagen. Dat is een pijnlijke mededeling. Want er zijn in deze wereld heel wat oprechte mensen die het best zouden willen. En Paulus zelf is daar een voorbeeld van. De tragiek van Paulus, en daarom was hij ook zo diep verslagen in die drie dagen. De tragiek van Paulus was dat hij geen huichelaar was, zoals zoveel van die fariseeën, maar een oprecht mens. Hij zegt later voor zijn rechters: ik heb mij altijd geoefend een onergerlijk geweten te hebben. En dat gold zeker ook voor de tijd voor zijn bekering. Altijd is altijd. Hij heeft zich altijd geoefend om een goed geweten te hebben. Alleen zijn hart was duister. Je kunt een goed geweten hebben en een totaal verduisterd hart. En daarom zegt de catechismus: kunt u dit alles voorkomen houden? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat van nature is ook zo'n uitdrukking uit de brief van Paulus. Ik heb u al gezegd, bijna elk woord uit de catechismus kun je ergens in de Bijbel terugvinden. Paulus zegt het zo in Efeze 2 vers 3. Van nature zijn wij kinderen van de toren. Natuur, dat is precies dat wat ik net probeerde weer te geven met Johannes 3 vers 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Het heeft de natuur van dat waaruit het voortkomt. Onze ouders zijn in zonde geboren, in ongerechtigheid ontvangen. En dus zijn wij het ook. Wij nemen de natuur van onze ouders over. En daar valt niets aan op te knappen. Er is geen enkel programma of procedure wat dat vlees kan opknappen. Zelfs heel wat christenen of zogenaamde christenen denken dat dat op een of andere manier wel kan. En Paulus zegt het en de hele schrift zegt het en de catechismus zegt het ook. Vanuit jezelf kun je het nooit. Want het is je natuur niet. Je natuur is precies het tegenovergestelde van de wet van God. De wet zegt: gij zult lief hebben, zowel verticaal de Heere God, als horizontaal je naast. En hier komt een mens die precies geneigd is het omgekeerde te doen. Dat is heel drastisch. Men heeft het catechismus vaak kwalijk genomen en gezegd dat het een somber beeld heeft van de mens. Nou, dat is zo. Maar de vraag is natuurlijk: is dit Bijbels ja of te nee? Nou, ik heb u al een paar voorbeelden gegeven uit het Oude Testament. En als je Paulus kent en weet, met name in de Romeinenbrief, maar ook Petrus, zoals hij dat in 1 Petrus 4 beschrijft, dan zie je dat dit geheel in de lijn van de schrift is. Dit was natuurlijk ook gericht. Ik bedoel, het was een hele jonge kerk daar in de Pals, net uit het Roomse denken verlost. Waar zoveel nadruk werd gelegd op goede werken en op de mogelijkheid om God toch vanuit jezelf te behagen. Waar dat woord wedergeboren nauwelijks voorkwam. Of men beschouwde iedereen die als kind gedoopt was als wedergeboren. Dus dat probleem was alvast achter de rug. Het was zo belangrijk om die mensen die uit dat denken bevrijd waren, duidelijk te maken: nee, van nature kun je dat niet, dan doe je nog zo hard je best. Wat er in je zit is haat. Weet u, en nu zegt de catechismus als het ware tegen ons. Want ik heb u gezegd, de catechismus richt zich tot gelovige mensen. De catechismus richt zich door mensen die verlicht zijn door de Heilige Geest. Anders heeft het helemaal geen zin om over deze dingen te praten. De catechismus zegt tegen gelovige mensen: herken je dat nou in je binnenste? Herken je dat, dat dat je natuur is? Je kunt zeggen: we zijn bekleed met een nieuwe mens, dat is waar. En die nieuwe mens is totaal omgekeerd. Want die nieuwe mens is uit God geboren. Die nieuwe mens is dus wel in staat, door de kracht van de Heilige Geest, ook nog niet eens in de eigen kracht, in de kracht van de Heilige Geest, om God lief te hebben en de naaste lief te hebben. Maar herken je dat als je niet leeft vanuit die kracht van de Heilige Geest, vanuit de kracht van het nieuwe leven, dat je dat nog steeds in je hebt? Dat je nog steeds diep in je hebt om je van God af te wenden. Om je eigen belangen te zoeken en niet die van de naaste. En dat vind ik zo bijzonder. We zijn heel vaak bezig, ook heel vaak als over deze dingen gepreekt wordt, om te proberen mensen die eigenlijk nog helemaal geen geloofszekerheid hebben, al die dingen duidelijk te maken. En dat valt niet mee. Maar mensen die al lang de zekerheid van het geloof mogen hebben door genade, zijn die zich nog bewust van deze dingen? Ik kan me niet herinneren, dat zeg ik u heel eerlijk vanavond, misschien vindt u dat wel vreemd. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een tijd in mijn leven was dat ik twijfelde aan mijn behoudenis. Van kinds af aan was ik een geroepene des Heeren.
Maar lang nadat ik deze zekerheid had, en ik heb u al gezegd, ik kan me geen tijd herinneren dat ik die niet had, begon dit proces van het leren kennen van je eigen zondigheid. Dat gebeurt natuurlijk vooral al in de puberteit, als een mens veel beter zichzelf leert kennen. In de tijd van de adolescentie, waarin ik soms heel diep er onderdoor ging om deze les aan het leren was. Terwijl ik in die tijd nooit getwijfeld heb aan mijn behoudenis. Maar wel steeds meer begon te twijfelen aan mezelf. En steeds dieper, juist als gelovig mens, moest leren, je hebt het van jezelf niet in je. In mijn jeugd werd het zo geleerd en ik ben het daar nog steeds mee eens. Het leven van de wedergeboorte is werkelijk leven. Het is het gigantische verschil van het dood zijn in je zonden en misdaden van nature en het tot leven komen, wat Paulus noemt de levendmaking. Wij zijn levend gemaakt met Christus. Maar werd erbij gezegd, leven heeft geen kracht in zichzelf. Het leven van de pasgeborene is zo kwetsbaar. En op dat moment begon ik te leren wat pas veel verderop in de catechismes aan de orde komt, de betekenis van de Heilige Geest in ons bestaan. Want de Heilige Geest is kracht. Een nieuwe leven is leven. En dat betekent dat zo'n mens behouden wordt, dat leven uit hem kan nooit verloren gaan. Hij heeft geen kracht. En zoveel mensen verkeren in die situatie, wel leven, geen kracht. Maar het is juist de Heilige Geest die mij aan de ene kant steeds dieper liet zien en laat zien wat er in mijn eigen binnenste is. Maar zodanig dat ik daarbij nooit hoef te twijfelen aan mijn behoudenis. Want mijn behoudenis is niet afhankelijk van mijn zondekennis. Mijn behoudenis ligt in het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Dus wat er gebeurt als ik meer van mijn zondigheid gewaar word, is niet dat mijn zekerheid daarbij aan het wankelen wordt gebracht, maar dat mijn dankbaarheid en mijn vrede en mijn blijdschap over de verlossing erdoor verdiept worden. En dat is de boodschap, zoals ik al zei, van de Heer Jezus in Lucas 7 naar Simon de Farizeeën. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. In dat opzicht kan ik mij verheugen op de rechterstoel van Christus. Er is geen enkele benauwdheid in mijn ziel over die rechterstoel van Christus. Want ik zal daar staan met een wit kleed en met een gouden kroon op mijn hoofd. En degene die daar op de rechterstoel zit, is niemand minder dan mijn getrouwe zaligmaker, die zijn kostbaar bloed voor mij gegeven heeft. Er zal daar niets aan de orde komen betreffende de vraag of ik al of niet behouden ben. Maar dan gaat in vervulling wat we lezen in 1 Korinthe 13, dan zal ik kennen, zoals ook ik gekend ben. En nooit zal ik de Heer Jezus meer loven en prijzen dan op dat moment. Het moment waarop ik mezelf eindelijk echt ten volle zal kennen, zal het moment zijn waarop ik de verlossing die hij tot stand heeft gebracht, eindelijk ten volle zal kennen. Want wie veel vergeven is, en dat zal ik dan pas zien, heeft veel lief. Zondag 2 eindigt op voor ons gevoel een negatieve wijze, want we zijn midden in het onderwijs. Maar dat geeft niet. Ik wilde alvast toch eindigen met datgene waar de catechismus vanzelf naartoe werkt, met dat positieve. Er is vergeving in het kostbare bloed van de Heer Jezus. En ik zou dat willen zeggen tegen elk mens hier in deze zaal die nog voor eigen rekening in het leven staat. En die nog nooit heeft leren schuilen achter dat kostbare bloed. Dat vergoten is voor ieder die tot hem komt. Tot hem die gezegd heeft wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. God zegene zijn woord.